așa putem să noi să venim lângă Dumnezeu, cu Dumnezeu. Yeah. Omdat Jezus voor ons stierf. Pentru Iisus a murit pentru noi. En al die dingen van ons afnam. Și a luat toate durerile, toate bolile, tot a luat de la noi. En hij nam ook dat probleem van ons af, dat we afnamen. A luat și problema asta că eu. A luat de la noi tot. En wat hij heeft gedaan. Și când a făcut asta, kunnen wij weer vrienden met God zijn. Noi poți fi prieteni cu Dumnezeu. En dan hoeven we maar één ding voor te doen. Singur un lucru aveți nevoie să faceți pentru asta. We hoeven niet heel erg ons best te doen. Nu avem nevoie să facem orice pentru El și să facem orice. We hoeven niet elke zondag naar de kerk. Nu avem nevoie să... Want dan houdt God van ons. Nu avem nevoie să mergem fiecare de zi, fiecare duminică la biserică pentru așa iubește Dumnezeu pe noi. Maar wij zijn onderzoek. En dat is ja zeggen tegen Jezus. Als dan Jezus spoelt daar naar Jezus. En zeggen van Jezus, kom maar in mijn leven. Spoelen naar Jezus. Hij in viața mea. Kom maar in mijn hart. Hij in inima mea. En weet je wat hij dan gaat doen? Ze doen ze. Ce faceți? Ce face el? Wat gaat hij dan doen? Ce face el? Gaat hij dan slapen? Ja, of ze dormen. Of ze dormen acolo. Nee. Weet je wat hij gaat doen? Ce face? Dan maakt hij alles nieuw. Wat je nou doet in inima ta. Maakt hij hart nieuw. Om inima nou facem. En dan geneest hij pijn. Și